Toch komt NAC in 85 opnieuw in de problemen. De club degradeert en in 86 gaat NAC bijna failliet. De Belastingdienst houdt een openbare verkoop. Ik vind dat de belastingen partij is, meneer. Ik vind het onbehoorlijk, maar zeer onbehoorlijk, dat iemand van de belastingen de prijzen opzet. Een nieuw bestuur weet NAC uiteindelijk van een wisse dood te redden. We hebben gezegd, geen dure aankopen meer, absolute investeringsstop. En kijken wat bepaalde waarden van spelers zijn op de markt, maar geen uitverkoop houden. Dat beslist niet. En voor de rest keihard voetballen. Werken iedereen.